Grote schade is aangericht in een hangar op het oude Schiphol, nadat in een DC-8 van de KLM tijdens een nachtelijke inspectie een explosie plaatsvond die gevolgd werd door een hevige brand. De schade loopt in de tientallen miljoenen guldens, want alleen al het straalvliegtuig vertegenwoordigt een waarde van 25 miljoen. Door de ontploffing en de daarmee gepaardgaande steekvlam werden 5 KLM-employés gewond. 3 van hen moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. De brand, die vermoedelijk ontstond door kortsluiting bij de vernieuwing van de elektrische bedrading van het vliegtuig, kon door de bedrijfsbrandweer, in samenwerking met die van Amsterdam, Amstelveen, Haarlem en Haarlemmermeer, in enkele uren worden bedwongen. Maar toen was van de kostbare DC-8 niet veel meer over dan de staart en een deel van het neusstuk. 2 andere toestellen die in de hangar stonden konden met lichte schade in veiligheid worden gebracht. Hoewel het uitvallen van de DC-8 een geringe vertraging op de internationale lijnen zal betekenen, was daarvan de volgende dag op het nieuwe Schiphol niets te merken.